Ja, 11 van juli. Maak een kans om €16,95 terug te verdienen van de Monsterbox. Maar wie of wie gaat dat zijn? Dat gaan jullie zo zien, tezamen met het uitpakken van een nieuwe mysterypakket. Ja, want deze box van Scoopy, die hebben wij dus nog nooit uitgepakt. En dat gaan jullie dus zien in de vlog die we zo dadelijk gaan starten. Ja, maar voordat we dat doen, is inderdaad de winnaar trekken van de Monsterbox actie. Komt-ie aan. Hey, hallo! Wat leuk dat jullie weer komen kijken naar een gloednieuwe vlog van de Reizers Familie Vloggers. Mijn naam is Dennis. En ik ben Melissa. En Nova ligt lekker op bed te slapen. Ja, want het is al 9:30. Is het alweer zo laat? Ja. Jeetje, en dan moeten we nog een vlog filmen ook nog. Ook nog, niet te lang naar bed. Eigenlijk wel, hè. Ja, maar voordat we dus onze nieuwe Scoopy Box, Mystery Box gaan uitpakken voor jullie. Want ik ben ook echt nieuwsgierig wat erin zit. Want ik heb echt geen idee. Nul. Helemaal niks. Nul. Nee. Gaan we natuurlijk eerst de winnaar trekken van onze Monster Box voorjaarseditie 2024. Er waren 11 mensen die duidelijk in de video onder de reacties hadden achtergelaten dat ze de box hadden besteld met onze referentiecode. Zeker. En nog steeds blijkt uit de lijst die we hebben gekregen dat er nog een groot deel van de mensen wel onze box bestellen, maar niet onder de video achterlaten dat ze mee willen dingen. Ja. Op die manier weet ik het niet. Ja, dat kan trouwens ook natuurlijk. Dat je gewoon niet wilt dat je naam genoemd wordt of dat je gewoon je geld terugkrijgt. Misschien dat kan ook, ja. Ja. Kan toch? Maar goed, er zijn dus 11 mensen die wel het hebben gedaan. En dat zijn... Die hebben we hier. Kaylee Magielsen. Nee, Magiels. Kaylee Magiels. Die gaat erin. Kaylee. Oep. Bianca Meeuwissen. Bianca Meeuwissen. Ronald en Naomi. Shout out naar jullie. Want jullie zijn een superfan. Superfan. Ja, even kijken. Hoe ga ik ook even... heb ik... Je kan niet meer vouwen. Nee, geef niet hoor. Ja? TTA Brier of Brier, of in ieder geval die. Ja, is er ook altijd vaak bij. Die is er altijd vaak. Regina H. Het lijkt wel alsof we hier allemaal van die criminelen hebben, maar dat maakt niet uit. Ina van der Ploeg. Ina van der Ploeg. Dan hebben we MP Bro. Yo bro. Yo, gangsta. Ja, ja. Ik heb Sanne B. Sanne B. Dan hebben we broertje, denk ik. Stef B. Die hebben we ook. En Nina Overgouw. En de laatste die mee gaat dingen aan het geld terugwinactie is Angelique Langstraat. Angelique Langstraat. Jullie 11 hebben dus inderdaad meegedaan met onze giveaway actie. Dan moeten we even goed husselen. Ja, nee, niet zo schudden, gewoon even goed husselen. Zo. Want anders denk je natuurlijk, ja, die ene die als eerst ging, die ligt onderop. En dan moet je zometeen ogen dicht, of ik. Ja. Dan weten we helemaal niks. Ja. Dan kunnen we niks zien. Het is aan jou de eerste, schat. Oh. Jij mag een winnaar trekken. Dus de winnaar die €16,95 van ons teruggestort gaat krijgen, is geworden... Deze. Die. Ja. Helemaal goed. Dat is... Ina van der Ploeg! Gefeliciteerd Ina met het winnen van €16,95. Het aankoopbedrag wat jij hebt betaald voor de Monsterbox. Die gaan we naar jou terugstorten. Neem even contact met ons op via het contactformulier op www.reizigers.nl. Scroll iets naar beneden en dan zie je... Heel mooi formuliertje. Een formuliertje. Ja. En daar staat iets boven. Neem zakelijk iets. Maar neem contact op met. Neem het. Ik laat het maar even in beeld zien. Ja. Vul daar even je gegevens in. En natuurlijk jouw IBAN, bankrekeningnummer en de naamstelling. En dan maken wij zo spoedig mogelijk die €16,95 naar je over. Oh ja. Okay. En vergeet uiteraard even jouw referentie, jouw box bestelnummer niet. Want daarmee moeten we even met de lijst controleren of inderdaad die registratie erbij staat. Of het wel klopt. Of het wel klopt. Dat je daadwerkelijk... Iedereen kan zeggen dat ze meedoen, hè? Inderdaad. We doen wel een extra controle natuurlijk. Dus inderdaad, even je naam, de naamstelling, de rekeningnummer en jouw bestelnummer van de bestelling van de Monsterbox. Voorjaarseditie 2024. Ina van der Ploeg. Alvast van harte gefeliciteerd en we zien jouw mail graag tegemoet. Zeker. Maar dat betekent dat we nu zijn aangekomen aan het uitpakken van de Scoopy Mystery Box. Wat Scoopy, heeft die gekost? Scoopy. Ja. Ik ga even zoeken. We gaan even zoeken. Tot zo. Ik heb een idee, maar ik weet niet zeker. Nee, ik dubbelcheck. Ja. Ja, en daar is hij dan. De Scoopy acties van deze week al gezien, box. Ja, maar dan voorjaarsbox. Dat heet ook gewoon een voorjaarsbox? Het is een voorjaarsbox. Oké. Ik weet niet of dat echt met artikelen ook zo is, maar of dat toepasselijk is. Maar zo noemden ze hem wel. Artikelen. Ja. Maar Scoopy is dan wel ook echt supermarkt, toch? Nee. Of kunnen het ook, zo bedoel ik, bij artikelen. Ja, nee, ik dacht, je bedoelde Scoopy zelf een app. Maar dat inderdaad kan meest... Nou ja, eigenlijk altijd supermarkt dingen. Ja? Kruidvat kan ook bijvoorbeeld en zo, dat soort dingen. Maar ja. Wel echt wel winkels. Oké. Ja. Nou, laten we hem snel gaan openmaken.
Hadden we al verteld wat die kostte trouwens? Nee. Nee, dat ging opzoeken. Ja, €13,99. Dus hij is niet heel goedkoop. Nee, maar... Voor een box... Absoluut. Ja, maar ja, oké. Okay. Ik zit nog steeds met Too Good To Go erover. Ja, nee, maar ja, als je naar de Monsterbox kijkt en zo, toch? Ja, dat klopt. Die zijn ook... Goh, dat werkt ook gewoon dit, hè? Werkt die, ja? Ja, kijk nou, joh. Ik heb gewoon een Box Buddy 3D geprint. Nou, ja. Zie dat even. Daar kan je dus gewoon doosjes mee openmaken. Ja. Ja. Maar dan moet je uitkijken, denk ik, want het is wel scherp. Hij is een beetje scherp, ja. Oké. Maak hem gewoon wel open, hoor. Kijk, zo. Nou, hey. Oké, nou, ik ben heel nieuwsgierig wat er dus in zit. Niet kijken, hè? Nee, maar ik zit er volletjes in. Zo. Ik dat denk, ik wel kan wel kijken, want ik weet het natuurlijk nee, al. Nee, oh. Ik heb al iets. Oké. Okay. Bedankt voor je bestelling. Die haal ik eruit, maar kijk wel even. Ja, bedankt voor je bestelling. Heel veel plezier met het uitpakken van je Scoopybox. Groetjes van het Scoopy Team. Weet je wat grappig is? Er staat hoera! Hoera! Nou, nee, dat staat er niet. Kijk, zeg het is goed. Hoera! Zo? Ja, maar dan alleen hoe. Hoera! Hoera! Veel plezier met unboxen! En het grappige is, als je dan op de afrekening kijkt, dan staat er ook groetjes van Scoopy. Ja, als betalen ja. Ding. Oké, daar heb ik niet eens gezien. Oeh, hij is al heel goed gevuld. Oh ja, hij is ook echt wel heel zwaar. Hij is echt zwaar wel, ja. Dat is gewoon vaak drinken zelf. Ja, dat denk ik ook. Nou. Kijk, ik zal even zeggen, want ik weet natuurlijk wat erin zit, omdat het op de site gewoon staat of in de app. Dus jij weet het niet, maar ik weet natuurlijk al wel. Had je niet gewoon weg kunnen klikken dan? Nee, want dat is een megafoto daar waarop je opent. Dus. Oh, nou, laat maar ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Ik pak eerst eruit. Wij hebben tandpasta van Elmex. Helpt kijk. Tegen kariers. Kariers, ja. Gaatjes. Dat is altijd goed. Tandpasta. Kijk, maar dat is altijd handig, toch? Tandpasta. Aminefluoride. Nou, dan kunnen we gelijk, hebben we geen gaatje meer, moeten we zeggen het nu. Dan kunnen we, want het helpt allemaal supergoed. Maar dit is altijd handig, bedoel, tandpasta. Ja, dat kan altijd in de kast. Dropjes of zo? Snoepjes. Oh, snoepdrop. Dat is dubbel. Fruitklappers. Dat jij zei, ja, is het nou dropjes vallen. Of snoepjes? Ja. Nou, snoepdrop. Snoepdrop. Oh ja, ik had niet heel goed gekeken. Fruitklappers, ja. Fruitklappers. Dus dan krijg je een high five. Kijk, dit is een handje. Ja. Een high five en dat zijn allemaal verschillende onderkantjes met fruitsoorten. Zou ik snel spieken of het hier staat? Nee. Oh, wel. Wacht, ik film jou even. Ja? Want dan kun je zeggen welke het lekkerst lijkt. Het is drop met perzik, framboos of peersmaak. Allemaal, maar ik denk peer. Ik denk eigenlijk ook ja, wel. Ja, peer. Ik ga proeven. Peersmaak. Ja, aan het blijven kijken tot de outro's. Ja. Ik ga proeven. Peersmaak. Okay. Volgende. Oké. Okay. Voelt ook weer als snoep. Oh. Ja, maar goede box uitgekozen. Candyman Shakers. Oh, die hebben we al een keer op. Ja, maar nog? Ooit dat ergens waren die in. Rare dingen. Ja, die zijn hele rare dingen. Maar die gele waren wel lekker, weet ik nog. Ja, maar het was echt zo van. Oh, man, man, ja, want het zijn eigenlijk een soort milkshakies. Dus het zijn luchtige foompjes. Er staat er ook foompjes. Foompjes. Met aardbei, banaan en vanille shake. En die vanille was niet zo lekker, weet ik nog. Ja, dat kan ik me herinneren. Een beetje maar, naast. Maar het is wel leuk altijd. Gewoon shakies. We maken pas niet meer blij mee als ik zelf die lust natuurlijk. Oh, maar dat komt wel op hoor. We hebben een kindje. Ik voel chocolade. Chocolade. Oh, die ga je niet krijgen. Deze is van mij. Nou, deze goed, is zo. Van mij. De Milka Caramel. Woehoe. Die heb je vast geleden nog. Ja, die had je van mij gekocht. Ja. En dan krijgen we hem gewoon. Scan en krijg. Oh. Dan kan je gepersonaliseerde song van Snelle. Nou, dat willen we. Karamelsmaak. Grappig. Ja, ik las het even op het stond. Is dat snelle, zie je dat? Oh ja. Oké. Okay. Karamelsmaak. Nou, dat is wel jouw favoriete nou, beetje. Nou, heb ik een boxje vast waar ook zeg maar wel eens smeerkaas in zit. Oké. Okay. Echt smeerkaas. Hey, ja, maar het is wel echte. Dus dat is echte smeerkaas. Echte smeerkaas. Ja, inderdaad. Maar, wat staat hier? Maar dan met sambal. Wat? Je moet wel lezen, hè? Sambal? Ja, met sambal. Echte smeerkaas, maar dan met sambal. Sambal? Ja, dat is voor je vader. Nee, die wil ik zelf proeven. Oh. Dat is gewoon lekker pittig dan. Nou, ik weet niet of het pittig is, maar het zal in ieder geval een bite hebben. Ik heb inderdaad, in de vlog die aankomende zondag online komt, gaan wij iets geks doen. Ja, we gaan eten bij de McDonald's. Dat is best ook, gek. Onder andere. En daar heb ik de pittige... De spicy McChicken... Ja, spicy... McNuggets, ja, dat was ja, het. Spicy McNuggets. McChicken Nuggets heb ik dan genomen. Die waren echt lekker spicy, zeg. Dan heb je in ieder geval een beetje smaak, hè? Ja. Ja, ik hoef ze niet, maar ik snap het wel dat jullie dat heel lekker vinden. Ik heb daar zo'n rond blikje wat ook Red Bull kan zijn. Oké, dat zal denk ik niet, maar dat is lang geleden. Ik heb nog niet gezien wat het is. Nou, ik laat hem al zien in 3, 2, 1, go! Whoop. Cassis. Dat is lang geleden, toch? Ja. Cassis. Dat heeft toch prik? Ja, Cassis heeft prik, Prik, ja.
Dus dat vind ik nooit zo heel erg lekker. Maar ik vind het altijd wel grappig om dat soort oude dingen... Want ik heb vroeger dan wel eens op dat je denkt... Heb ik nog die smaak in mijn hoofd waarvan ik denk hoe het smaakt? Weet je wel? Gas wel. Oh, maar dit drink ik wel op hoor. Mag ja, een slokje? Joh. Ja, mag wel een slokje hoor. En anders komt hij gewoon voor je mee aan je werk. Oké. Oeh, ik heb een kartonnen rechthoekige doos. Een kartonnen rechthoekige doos. Oké, koekjes. Oh nee, thee. Thee? Ik zie iets theeigs als je hem zo houdt. De Tea of Life. Better tea. Ja, het is gemberthee. Ik weet gember. Niet of ik dat heel lekker vind. Maar dat heb je wel eens geproefd. Ja. Oh. Maar dit is weer een ander merkje. Dat bepaalt best wel hoe het smaakt. Dus ja. Dat is dan wel altijd grappig om even te proberen. Ik ben wel een theeleus, maar ik ben best wel een groene thee-fan. Een groene dus dan thee, is het ja. Altijd moeilijk om ineens andere thee te hebben. Maar hey, Tea of Life. Tea of dus, life. Bedoel, better gember. Tea, better life. Ja. Oh, we hebben weer een snoepje verpakking. Oh jee. Haribo Starmix. Oh, de Starmix. Dat zijn al die wijngummetjes en zo. Kijk, nou, dit, ik wou zeggen, we hebben ook nog een meisje die er heel blij van wordt. Dus dat komt wel goed. Er zitten van die eitjes in. Die. Van die gebakken eitjes. Ja, die vind ik niet zo lekker. Nee? Nou. Die vind ik op zich wel lekker. Ik vind die hartjes ook heel lekker. Oké. Okay. Deze, wacht even nog. Oh. Deze hartjes, die zijn het lekkerst eigenlijk. Oké. Okay. Ja. Wat kijk je moeder? Ja, boter. Boter? Boter. Boter! Boter? Ja, dat is free of palm. Smeren zonder palmolie. Ja, dat is de free of palm. Wel een vrolijke boterverpakking. Ja. Ja, het is wel ook een duurtje. Is dat ja, dit is wel zo'n merkje, zeg maar. Ja, het is natuurlijk allemaal palmolievrij. Dus ja, dan moet ze allemaal apart maken en zo. Dus dat kost dan ook wat meer vaak, volgens mij is mijn idee. Gemaakt zoals je thuis ook kan maken. Nou, dat is handig. Dus dat is inderdaad gewoon helemaal vrij van palmolie. Dat is tegenwoordig weer helemaal natuurlijk zo'n dingetje. Dat het toch niet zo goed is voor je lichaam en zo. Oh ja. Dus ja, maar boter is boter bij ons. Dus dat komt wel goed. Oké. Okay. Ze zeiden trouwens, wacht stop eventjes. Ze zeiden trouwens wel dat het ook kan zijn dat er dingen op de datum zijn. Of bij de datum zijn. Nee, ik heb alles al gekeken. Oh. Maar het zit allemaal nog heel ver weg. De dichtstbijzijnste is 3 juni. Juni? Ja. Nou, dat is een paar maanden. En we zitten in april pas. Dus het, de meeste zijn allemaal pas oktober of later. Dus dat is wel ideaal. Ik heb zo'n knijpdingetje. Oh, die je Nova zo lekker vindt, ja, of niet? Van die fruit. Ja, die. Oh, hey, maar dat is een andere. Ella's, Ella's Kitchen. Kitchen Organic Peach. Oh, oké. Okay. Oeh, peaches. Oeh. Peaches. Dat was toch van Mario. De film. Peaches. I love you. Maar peaches inderdaad. Oh, maar dat is wel 4+ maanden. Dat mag Nova wel, dus dat is goed. Ja, een beetje stiekem. Ik vind het ook altijd wel heel lekker, hoor. Dat gewoon van dat gepureerde fruit. Ik weet nog als toen Nova klein was. Ik heb nog niet zo heel lang geleden een keer dat geproefd. En ja? Dat vond ik echt niet meer eten. Maar... Ja, het is te zoeter natuurlijk. Maar ja, toen Nova zo klein was, had ik vroeger ook stiekem mee, hoor. Ja? Van die fruitpotjes en zo. Oké. Okay. Moet je niet zeggen. Ik denk ook even de zwaarste eruit gaan halen. Dat is een grote drinkfles. Ja, die net zo breed is als de hele doos. Wat? Ja. En het is? Oeh, die is lekker, denk ik. De Mango Grapefruit Spa. Spa? Oeh, ja. Dat is denk ik wel een lekkere. Het is alleen wel jammer dat het waarschijnlijk wel weer prik is, want er staat niet dat het niet is. En... Dat ziet er niet in prik. Nee, maar denk... Er zit helemaal geen zuurkool in. Een zuurkool niet, hè. Maar ik denk inderdaad dat als we hem in de koelkast zetten... Ja, bruisend staat erop. Oh, moest even kijken. Schudden. Nee, ik moest even... Nou, doe maar niet. Bruisend. Maar wel low calorie, kijk, dat is goed, hè? Ja. Maar mango grapefruit vind ik altijd wel lekker combi met zoiets. Dat als het gewoon weer lekker warm weer is met een ijsblokje. Ja, bijvoorbeeld. Gewoon ook zo. En dan is die weer lekker koud. Ja. En anders bewaren voor de verjaardagen. Ik heb nu weer een blikje, maar het is gewoon een normaal blikje. Dan ga ik gokken. Cola? Oké. Okay. Nee. Oh, bier. Heineken 0.0. Biertje. Kijk, biertje. Nou, ik hoef geen biertje, maar hey, er staan er volgens mij nog 3 van dit soort in de koelkast alvast gewoon voor de verjaardagen. Ja, voor verjaardagen. Dan voor jouw vader drinkt... Nee, maar jouw vader drinkt altijd alcoholvrij, ja. Dus dan mijn vader vaak ook. Dus nou, dan hebben we gewoon weer deze zo voor in de koelkast, toch? Ja. Kunnen anderen weer blij mee maken. Dat komt wel goed. Maar alles ook deze weer. Dit is zelfs oktober weer. Het is allemaal heel ver, dus dat is fijn. Ik heb nog zo één. Zo één, nou grappig. Maar dan een ander smaakje misschien. Nee. Nog meer pietjes. Nou, lekker pietjes. We houden van persik, toch? Ja. Lekker hoor. 4 maanden weer nog steeds. Ja, lekker. Kijk, hebben we de tweede erbij. We hebben al aardig. Ja, we zijn ongeveer op de helft nu, denk ik. Helft pas? Ja, we hebben nog wel best wel goed. Nou, ze zeiden rond de 15. Dus. Oh, weet dat chocola ook? Weet zo'n ding, zo'n... Ovaal ding, ja. Met zo'n van die ribbeltjes eromheen. Wokkels. Nee, ik weet niet wat je bedoelt nu. Nee, dat is wat anders. Mag ik voelen dan wat jij bedoelde? Cookies and cream? Ja.
Oh. Nee, kan ik niet plaatsen. Ook. Nee, precies. Maar wel zo'n reep inderdaad. Ja, ook. Maar hier krijg ik blijkbaar een killer body van. Dus dat is mooi. Killer als body. Ik deze nou dan neem, hè? Ja. En dan heb ik gewoon één zo'n reep. Ja. Dan kan ik daarna gaan showen op mijn bikini of strand. Ja. Oh. Doe we in de outtake laten nou, zien. Nee. Nee hoor, dat doet niemand aan. Nee? Nee. Oh, wat grappig. High protein, low sugar, cookies en cream. Nou, ik ben altijd wel gek op dit soort reep. Ik vind dat wel lekker. Maar dat is niet per se. Nou, niet per se dat het na het sporten is, maar weer gewoon lekker. Oh, nou, en om te combineren, een Ballisto? Oh, die zijn lekker. Is het die is van mij. Oh, be kind. Als jij dan die chocoladereep neemt, nee, ja, neem ik deze. Ik hoef toch een killer body? Ik heb toch al een killer nee, body? Nee, ik heb... Nou, dat weet ik ook wel. Maar ik had het eigenlijk over deze. Oh, je had over die. Dat jij dan die neemt, okay. Neem ik deze. Ja, is goed. Oké, okay, deal. Deze is lekker, ja. Dat is een Ballisto. Be kind, almond en mixed fruit. Maar Ballisto zijn er toch twee? Ja, dat voelt, dacht ik ook. Oh, oké. Okay. Dat lijkt inderdaad zo. Maar deze zijn er lekker. Deze hebben, het lijkt ook groter dan de vorige die we een keer hadden. Deze, dit formaat. Ja, het lijkt er echt op dat die groter is. Oeh, maar wel twee van die repen. Heb je nog steeds veel? Nou, ik heb nog een paar grote. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. We zitten al op 16 en er stond 2, volgens mij 15, maar 3, toch meer dan ik dacht. 4. Oh. Ik denk nog zo één. Nog een bierkaart. Oh, echt? Ja, lekker. Zal ik die ja, doe maar. En dan heb ik nog 3, dus nog 4 artikelen. Nou, dat is toch 20. Ja! Nou, dan mag je er ook kwijt. Oké, okay, yeah. Ja, deze zijn echt lekker. Almond en mixed fruit. Je hebt ook een heleboel andere variaties hè, van deze mixed, van deze Be Kind. Oh, deze is zacht trouwens. Ja, deze is zacht ook, voel ik. Heb je iets gelekt? Of was er iets omdat je zo voelt... Deze voelt zacht. Ja, ik ga er even snel iets uitpakken. Oké, okay. Is goed. Maar hier zie ik nog niks verder wat lekker is. Nee, maar ik proef een soort soep. Oh, soep. Oh, er zit iets aan de bovenkant. In jou, bij jouw vingers. Mm-hmm. Dus het zou kunnen dat hier iets... Oh ja, er komt olie uit. Nee, maar dat is niet van dit, denk ik eigenlijk. Of wel? Ja, of wel. Maar als hem zo... Kijk, zit een beetje een dingetje aan. Ja. Als die zou kunnen. Ik zie echt zo'n hand daar nu. Ja. Maar dit is even tussendoor. Zo, dat is zout. Met altijd zout, dit soort dingen. In zak. Mexicana's wraps, groenten en bonen in milde saus. Ja, dat is duidelijk die. Ik voel me nou gelijk Mexicaan. Oh, goed zo. Dus nou heb je ook... Heb je niet ook zo'n ding op? Sombrero. Dan moet je dat niet doen. Maar dit is op zich denk ik wel lekker. Want het zijn dus groenten en bonen in een milde saus die je gewoon letterlijk gewoon... Oh, hij is lekker ja, heel klein druppels. Ik zag hem, ja, ik had hem gefilmd net. Dus ik zal hem zo even weghalen. Maar ja. Dit is wel handig. Dit is gewoon letterlijk gewoon wat je in een... Wij zat er eens half in beeld. Wat je in een... wat je in een wrap kan doen of een pita broodje. Ja. En dan geraspte kaas en klaar. Nou, kunnen we wel een keer proberen. Nou. Ik heb het proef nu ook zo. Ja, is die ook goed ook, denk ja, je? Ja. Nou, mooi. Want hij is nu al een beetje open, dus we moeten niet te lang meer wachten. Nee. En dan heb ik nu iets groots kartons. Kartons. Oat rice. Wat? Organic oat rice. Oat is havermout, rijst. Toch? Oat rice? Ja. Oat is toch havermout? Rijst. Ja, haverrijst toch, als ik zo kijk. Ja. Dat dan... Oat is gewoon... Oh, hier zit ook een beetje saus op trouwens. Oat rice. Oh, daarom plakte die. Ja, dat zal zijn... Ik zit te zoeken of dit Nederlands dan ergens staat, maar die kan ik even niet vinden of het dan ook echt haverrijst heet of niet. Ik kijk even naar jou. Ja, haverrijst, ja? Gemaakt van haverkorrels. Ah. Dus, ja, probeer maar. Weet ik niet, ik heb het eigenlijk nooit op. Maar het klinkt wel goed. Het is in ieder geval ook rijk aan vezels en zo. Hé, hey, en dan hebben we nog één ding. Lekker van poepen. Lekker poepen van de vezels. We hebben nog één ding. Ik ben benieuwd. Je hebt toch gekeken nu? Ja, ik heb stiekem gekeken. Maar dit is denk ik weer een... Oh. Nee, dat is denk ik wel degene die ik wil. Mijn favoriete mayonaise. Oh! Ja, dat denk ik ook. Staat er mij met... Pikant? Nee, je hebt een iets ander, want dit is met curry staat er. Is dat vol en pikant? Ja, maar er staat met curry en die andere is met mosterd. En kruiden. Ja, je bent wel gek op curry ook. Nou. Nou, wel een beetje gewoon. Dan ruik je denk ik niet, want er zit een dingetje op. Maar je had die andere was met mosterd. Oh, dat is wel curry. Wel of niet, denk je? Oh, dan ligt hij andersom heen. Kijk, nou ligt het dingetje op de tafel. Ja. Is dat lekker bij frietjes, denk ik? Ik denk het wel. Bij een vleesje? Ik weet niet of hij het... Kijk nou wat hij doet. Ik weet niet of hij het... wint van de ander? Ja. Ja? Kijk, lekker. Ik laat hem nog even zien in beeld. Dit was dus deze. De Zeedijk. Hij inderdaad wel van hetzelfde soort merk. En dan inderdaad mayonaise met... Curry en kruiden, vol en pikant.
grappig. Je hebt hier gelijk het recept van die Mexicaanse rijst. Ja, dat is gewoon pak een wrap. Gooi het erin, rasp de kaas eroverheen en klaar. Met dit ding kan je 6 wraps maken. Zo! Die moeten we hebben. Nou, dan staat hier wel bij 150 gram ijsbergsla en 100 gram geraspte kaas. Nou, en dan 6 grote wraps? Dat staat er niet bij. Dat is niet bij. Okay, ja. Nou, dan moet het goed komen. Oké, okay. Nou, maar dat was leuk. Hem. Nou, hé, goeie. Ja. Tada. Empty. Jeetje, Mina. Wat een pakket. Ik had niet verwacht dat het zoveel was. Ik wist het al, ik had wel een fotootje gezien. Maar ja, niet dat het zo'n groot pakket was. Het is een pakketje voor die 13,99. Nou, daarom. Dus ik ga eens eventjes alles langs. We beginnen in de hoek. We hebben de Spa Fruit Mango Grapefruit Bruisend. We hebben een 0% biertje van Heineken. We hebben de Elmex tandpasta. We hebben hieronder de Killer Buddy Cookies en Cream Reep. We hebben echte smeerkaas, maar dan met sambal. We hebben de kleine snoep erop. De fruitklappers, dus high five. Yeah. We hebben de Tea of Life gember. 2 keer de peaches van Ella's Kitchen. Die kleine fruitzakjes. We hebben een blikje Cassis Zero. Ik weet niet of dat zero is trouwens. Ja. Zero. We hebben hieronder de Milka Reep. Dat is die met karamel. We hebben een zakje Haribo Star Mix. 2 repen Be Kind. Ik kan nog steeds denken dat ze veel groter zijn dan die we normaal hebben. Be Kind. We hebben de Shaker. Snoepjes. Ja, snoepjes. De foompjes. Ik vind het een leuke naam. Foompjes. We hebben de Eat Plants Free of Palm. Oftewel gewoon roomboter. Nee, het is geen roomboter, denk ik trouwens. Gewoon, normale boter. Ja, hè? Precies. Alvarine. We hebben de Mexicanus Wraps. Dus met de groenten en bonen in milde saus. De Zeedijk. Dat is dus een soort mayo, maar dan met curry en kruiden. En we hebben de Oat Rice Organic. Dus de haverrijst. Ja. Nou, echt ja, top pakketje voor $13,99. Ja, ik ben tevreden. Wat een gaaf pakket, jongens. De allereerste Scoopy Mystery voorjaarsbox die wij op ons kanaal uitpakken. Wat vinden jullie ervan? Moeten we deze boxen vaker gaan proberen? Kijken of we ze vaker kunnen krijgen? Want ik had begrepen van jou dat ze nu niet meer leverbaar waren. Nou, op dit moment niet. Nee. Ik weet wel dat het zo nu en dan staat het op de site. En dan hebben we inderdaad, zie ik die pakketten staan. Ook soms andere soorten pakketten zie ik dan ook wel staan. Maar dit was de eerste keer dat ik deze zag. Ja. Dus dan denk ik, nou, dat vind ik wel leuk om een keer te proberen. Okay. Het punt is dus wel, als je het bestelt en je kijkt goed naar de foto, dan zie je ook al wel wat erin zit. Want de foto die er staat, is ook echt wat erin zit. Ik heb dit ook wel snel gezien, dus ik wist wel wat het was, maar dus niet precies. Want de smaakjes, en ik zie een merk, maar niet precies de smaken of met sambal of net even dit of dat. Dus je weet het al een beetje. Het is niet helemaal een mystery pakket. Maar het is voor als je het bestelt en dan voor een ander uitpakken. Ja, dat maakt het weer leuk. Ideaal. Ja. En voor mij was het dus wel een mysterie, want ik had echt geen benul wat mij te wachten stond met deze box. Nee, leuk. Zijn het alleen maar supermarktproducten, zat er misschien ook iets anders bij? Nee, het is wel echt allemaal supermarkt. Ja. Ja. Maar goed, het is weer een leuke toevoeging aan onze mystery box, hè? Laat even een reactie achter wat jullie van deze box vonden. En welke box jullie binnenkort weer een keer zouden willen zien dat ze die gaan uitpakken. We gaan proberen weer te kijken wat er allemaal te krijgen is. We hebben een drukke planning, maar we gaan ons best doen. Ja. En dat betekent dat we weer zijn aangekomen aan het einde van deze unboxing video. Ja, allemaal lekker zo. Jammer hè, ja. Oh, maar nog niet helemaal natuurlijk, want dadelijk in de outtakes gaan we nog een paar dingetjes proeven. Die en die. En dan gaan jullie dadelijk zien, dus blijf zeker eventjes hangen tot het einde. Maar voor nu gaan we deze... Hallo Reg. Ja, Carfield kan Carfield. Ja, daar komt even kat voorbij. Gaan we deze vlog afsluiten, jullie bedanken voor het kijken. Ben je nog niet geabonneerd, vergeet het zeker niet te doen. Even klikken. Klik, 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 klik. Precies. Duimpje omhoog en dan duimpje. Subscribe. En dan bling voor een belletje. Ja. Want als je daarop klikt, dan krijg je automatisch bericht zodra we weer een nieuwe video hebben geüpload. Precies. Ja, het is ook mogelijk om ons te supporten op een drietal manieren. De allereerste is onze Etsy webshop. Wij verkopen en maken 3D-naam gepersonaliseerde sleutelhangers. Ja, ik zei het goed, hè? Ja, je moet even nadenken. Ja, het is al laat, hè? Ja, ja. Wil je precies weten wat we allemaal hebben en zo? Kijk dan inderdaad op www.reizigers.nl/Etsy. Probeer nou de kat te pakken stiekem. Ja, ik kan hem wel. Nou, dat vindt hij vast. Dat vindt hij echt vast leuk, ja. Hallo. Hallo. Kijk, kom je ook eventjes kijken. Ik wil weg. Ja. Wij hebben ook een merchandise shop waar wij kleding, accessoires, bekers, mokken, knuffels. Zo, je kan het zo gek niet bedenken. Gek niet bedenken, inderdaad. Met ons logo verkopen. En met elke verkoop support je ons, krijgen wij een kleine bijdrage. En kunnen wij dat geld weer steken in ons YouTube kanaal voor leuke giveaways. Ja. En een hele hoop andere leuke ideeën wat we nog hebben. Uitjes. Ja, leuke dingen voor jullie. Ja, over uitjes gesproken. Aankomende zondag hebben we weer een hele leuke voor jullie. Ik hou niet van uitjes. Nee, de uitjes zelf... Ha ha.
Wat was dat? Oh, de katten werden even boos op elkaar. Ze werden boos op elkaar. Ja. Oké. Okay. Ja, en jullie zien hieronder. Zien jullie een... nee, ik heb nog niet verteld. Zo, wil je dus inderdaad... chaotische volgen weer dit? Ja, geeft helemaal niks. Dat nee. Is altijd grappig. Ja, dat snap ik allemaal niet. Waarom is dat zo grappig? Als we zo gek zijn en zo. Maar in ieder geval www.reisjes.nl/shop. Daar kan je inderdaad onze merchandise shop vinden. En hieronder zien jullie dus een aantal namen. Dat zijn onze superfans. Naomi Superfans, en Ronald. Die deed ook mee met de terugwinactie. Dat is onder andere een van onze superfans. Yeah. Dankjewel voor jullie support. Maar wil je meer informatie en wat dat inhoudt en wat je ervoor terugkrijgt. Kijk eventjes op, of klik even op de lidwordenknop. Ja. En dan leg ik in de video aan jullie uit wat het allemaal precies inhoudt. En dan zie je nog steeds zo'n hele leuke oude studio op de achtergrond. Maar die was ook wel heel leuk. Ik zag een hele oude Dennis. Maar dat was niet. Ja, bedankt hè. En door. Ja, en door. Ja, laat natuurlijk ook die duim omhoog achter. Blijf hangen tot na de outro voor wat leuke extra shots. En dan kunnen we niks anders zeggen. Tot de volgende vlog. Doei! Ja, want de... Hey, dat was een leuk schat. Je moet wel goed schudden natuurlijk. Ja, zie je het? Zo, hé. Opnieuw. Die wil ik proberen. Wil jij ook nog iets proberen? Misschien? Ga jij de smeerkaas hoe dan? Ik gewoon zo. Echt? Zo. Oh, oké. Ja, of misschien op zo'n klein toosje die jij nog hebt. Met oh ja, die heb ik nog. Die kleine, die staat ook in zo'n pakket. Klopt. Ja. Is er nog iets wat jij denkt van nou, de tandpasta misschien? Ja, dat is... Zeker. Nee. Het is een zonde om zo'n hapje van een reep te nemen. Hè? Dan zo, dan kan je het toch dichtmaken? Nou, weet ik nog niet. Nee. Misschien. We gaan het zo zien. Ja, maar die in ieder geval. Het is wel een hele oude drop al hoor. Ja. Hij is van 1876 al. Gadver. Ik weet niet of dat nog lekker is. Eeuw. Ja, dan moeten we even kijken. Oké, okay, gaan we toch, toch wel proberen. Ah, ja. Ja. Ja, ja, ja. Wat doe jij hier? Wat doe je? Wat doe jij hier? Hé. Hey. Hallo. Ja, oké. Okay. Maar hij is al open, dan gaat het snel. Ja, ik was even aan het ruiken. Ik weet die niet wil die peer. Ja, dat denk ik dus die. Ja, die. Ja? Ja, die? Ja, ik zit dus ook te zoeken naar framboos. Oh, dat zal dan deze zijn. Oké. Okay. Oh ja, dus echt wel peer. Zo. Mm. Oh, er zit persik. Oh. Welke heb jij dan? Ik denk persik. Ik heb persik. Ja? Ja. Mm-hmm. Ik heb niet zo'n high five gegeven. En eigenlijk. Nu dan? Framboos. Ik heb nog een heel lang peer in mijn peer? Ja, dat zijn die altijd. Ja. Wat? Kom je nou ook ineens? Ja, wil je ook? Een beetje knuffelen. En hier een racer, die altijd camera schuw is, maar nu niet, want nu is het te eten. Dus nu vindt hij het ineens wel interessant. Ja. Mm-hmm. Maar die snoepjes, die dropjes, ondanks dat ze zo oud zijn. Oh ja. Die is wel lekker. Ja, een leuk dropje, hè? Dat lust mag jij niet. Nee. Slijmbal. Ja. Weet jullie hoe knap Garfield kan zijn? Moet je goed kijken. Even kijken, zo omhoog, zo, ja. En dan, dus, hè, ja. Hij doet het niet, wat jammer. Misschien in een andere vlog, jongens. Mm-hmm. Ja. Oeh, zo. Zo. Dat ziet er wel heel sambalachtig uit. Oh, jee. Dat is raar. Ja, is raar goed. Ik ben ook raar. Dus. Ik ben ook weer getrouwd, ja. Dus dat is goed, toch? Dat bedoel ik. Zo, moet je nee, proeven. Nee, ik wil dit niet proeven. Nee, wil je niet proeven? Nee, ik vind echt sambal, ook al is het maar heel licht, ik vind het zo niet lekker. Nee, maar het is gewoon heel raar. Maar ja, daarom, dus ik hou niet van... Je bent maar getrouwd. Oh ja, wel. Ja, het was heel raar. Ja, maar het is dus inderdaad gewoon echt smeerkaas. Ja, dat vind ik ook al niet lekker. Met een hele lichte sambal bite. Oh, oké. Okay. Maar ik lust ook nog geen smeerkaas, dus ik denk dat ik het gewoon niet moet doen. Ja. Ja, er zit er een naastje, maar doe maar nee. Dus het sambal, ja, heel licht. Ja, maar het is echt niet, dat is echt niet, het is niet bar, scherp. Oh. Zal hij het ook lussen? Nou, hij twijfelde. Ja, ik ga toch maar even. Kijk eens wie erbij komt. Oh, hallo. Even ruiken ook. Ja, ik lust dat ook wel.
Oké, okay, onze katten lusten ja. smeerkaas met sambal. Is goed dus, gekeurd. Ja, goed gekeurd. Ja. Yo. Wat doe je? Hé, hey, hallo. Hey. Dat is nieuw. Oh, hey. Wat doe jij nou? Nou, deze was zo zacht, wat ik zei. En een beetje plakkerig. Dus we nemen allebei een stukje hiervan. Oh ja, maar hoe kan het nou dat die zo zacht is dan? Dat weet ik zo niet. Misschien heeft hij ergens onder gelegen of iets. Hmm. Weet ik niet. Maar dat maakt niet uit. Alvast. Ik heb hem vast, ja. Oké. Okay. Hmm. Dat is even kijken, hoor. Je kent het al. Dit is heel lekker. Huh? Ja? Ja. Dat zijn wel heel veel noten. Mm-hmm. Lekker. Mm-hmm. Ja? Mm-hmm. Mm-hmm. Ik vind het heel lekker. Wat zeg je? Heel lekker. Nou, heel lekker? Oké. Okay. Mm. Veel noten, maar ook gemengd fruit. Mm. Oh, die proef ik dan nog niet. Maar, ja, nou, het zeg. Oh, fijntje. Wat wist je die ook? Nee? Nee. Noten wist hij niet. Nee. Die is ook echt super. Ja, lekker. Mm. Kijk, ik zei het al. Ik dacht toen ik het uitpakte al dat ik zei, volgens mij zijn die veel groter. Deze hebben we wel eens in de Monsterbox of wel eens in andere pakketten gehad. Ja. En koop ik daarna ook wel eens gewoon zelf. Maar ik heb het idee dat deze ook niet die van de winkel zijn. Dat deze normaal gesproken in de supermarkt koop zijn. Misschien is dat het wel. Dat ze dus gewoon of een grotere variant op de markt hebben kan. Gezet. Ja, of deze kan je... Smallig. Nee, dat niet denk ik. Nee. Of deze, die grotere... Die kan je bij de kassa loskopen. Dat zou wel kunnen. Dan heb je natuurlijk ook wel eens van die repen liggen. Van die kassa koopdingetjes. Ja. En deze heb ik altijd vanuit zo'n pakket gewoon. Waar er drie of vier in zitten. Hij is echt identiek. Alle teksten en zo die kloppen ook gewoon. Ja, dus daarom zei ik. Hij leek er wel op. Maar... Of. Hij heeft een babytje gekregen. Nee. Krimpinflatie. Krimpflatie. Ja. Dus dan. Dit waren de originele. Ja. En tegenwoordig verkopen ze deze. En dat doen ze net voor de prijs Zelfde van die. Zelfde prijs. En hoeveel verschil is het in gewicht? Zo staat het vast niet makkelijk op. Heb je even? Nee, dat heb ik niet eigenlijk. Maar het is een stuk kleiner. Dank je, doei!